Goedemiddag, Freek, kennispunt jonge mensen met dementie. Wat kan ik voor u doen? U wilde graag een vraag over waar de diagnostiek kan worden verricht van uw partner. Ja, specifiek aan dementie op jonge leeftijd is dat veel dokters niet denken aan dementie. En in eerste instantie wordt er gedacht aan een burn-out, aan een depressie en niet aan dementie. Vaak zijn er nog gezinnen, kinderen in het gezin. Vaak is het inkomen bedreigd, mensen raken hun baan kwijt en je ziet ook vaak dat er behoorlijke spanning ontstaat in de relatie. U ziet hier een groep lotgenoten, zij hebben uiteindelijk de weg naar goede zorg gevonden. Het duurt, bij sommige mensen duurt het wel 6 jaar voordat de diagnose gesteld wordt. Op een bepaald moment werd mijn vrouw steeds stiller, dus die werd zo apathisch bijna, dat ik naar de huisarts ben gestapt en gevraagd van wat is hier aan de hand? De huisarts heeft ons doorverwezen, toen nog naar het Slotervaartziekenhuis. Die vonden niks en het VU ziekenhuis heeft 2 jaar later geconstateerd dat ze FTD had via een PET-scan. Dus het proces is bij elkaar al zo'n 6 jaar bezig. Kennispunt jonge mensen met dementie probeert mensen zo snel mogelijk de weg te wijzen naar goede zorgvoorzieningen.